Welkom allemaal bij de tweede week en de tweede aflevering van onze serie waar we samen gaan kijken naar de lezingen van de grote vasten gekoppeld aan heiligen die recentelijk zijn overleden. En deze week gaan we kijken naar de lezing over Jezus en de verzoekingen. Daarbij gaan we kijken naar de heilige Baba Shenouda III. In het verhaal van de verzoekingen wordt Jezus door de duivel 3 maal verzocht. De kerk wil ons vertellen en plant deze lezing precies zo in, na de lezing van vorige week over Zondag van de Schatten, dat wanneer wij schatten gaan proberen te verzamelen in de hemel, dat dat niet per se makkelijk zal gaan. En dat de duivel ons op die weg gaat bestrijden, om ons daarvan te weerhouden. De duivel probeert ons te verleiden door ons te laten focussen op de successen en de mogelijke rijkdommen die we hier op aarde kunnen winnen. En dat de opofferingen die we gaan moeten maken om schatten te verzamelen in de hemel, dat die misschien niet allemaal het waard zijn. Hij probeert ons te verleiden met nieuwe projecten, nieuwe series, nieuwe vriendschappen, eten, drinken, feestjes. Maar misschien niet alleen dat, maar ook als wij dichter bij God proberen te komen en ons hart zetten in de hemel, oftewel bij rust en vrede, want God is rust en vrede, dat we daarnaar streven door arm van geest te zijn, dan gaat God ook misschien, of gaat de duivel ons misschien ook proberen te verleiden door misschien iemand kwaad tegen ons te laten doen. Of in ieder geval ons triggeren om onrecht te doen. Ons triggeren om boos te reageren. Om iemand niet te vergeven. Om iemand misschien eveneens te gaan haten. Dat is een verzoeking. Een verzoeking is een manier hoe de duivel ons probeert ons hart uit God of bij God vandaan weg te halen. Door situaties te laten gebeuren of personen in ons leven te zetten die misschien het nare uit ons naar binnen halen. En niet omdat de ander naar is, maar omdat ons ego daardoor dan in de weg van gaat staan. Om iemand bijvoorbeeld te lief te hebben en te vergeven. Of zoals ik daarvoor zei, hij gaat ons proberen te weerhouden om te gaan bidden. Omdat hij gaat zeggen van, hey, je moet rusten, want morgen is een lange dag. Dat is een verzoeking. Deze verzoekingen maakt iedereen mee. Ook de paus Shenouda III. Niet heel lang nadat hij paus is geworden, waren er wat spanningen tussen de president van Egypte en christenen, of met name paus Shenouda zelf. En deze spanningen liepen zo erg op dat de president van Egypte de paus, paus Shenouda, huisarrest heeft gegeven. Op welke manier? Namelijk dat hij in het klooster moest blijven en daar ook niet uit mocht komen. Dat betekent dat de paus niet zijn volk kan gaan leiden, niet kan gaan bidden met zijn volk, niet de organisatie van de kerk in stand eventueel kan gaan houden, of ook niet verder kan laten groeien zoals hoe hij dat wil. Dat is best wel een enorme verzoeking, enorme verdrukking. En deze verzoeking en verdrukking kunnen ons niet alleen maar weerhouden van het doen van onze taken, maar kunnen ook ons weer in de zonde brengen om misschien die president te gaan oordelen. Of die te gaan haten of slecht over diegene te gaan praten. Maar geen van deze dingen liet paus Shenouda zich overkomen. Want het zou heel logisch zijn dat iemand op zo'n positie met zo'n situatie en ook wij, als wij verzoekingen meemaken, dat we bij ons afvragen van, waarom laat God deze verzoeking toe? Hij wil toch dat ik goed doe? Ik wil bidden, ik wil vasten, ik wil de kerk leiden. Maar dit helpt niet. Waarom laat God dat toe? En dit kan er weer voor zorgen dat wij geen vertrouwen hebben op God, boos worden en weer die rust in ons hart gaan verliezen. Wat moeten we dan doen? Laten we kijken wat paus Shenouda heeft gezegd en gedaan tijdens deze periode. Toen aan hem werd gevraagd van, hey, paus, hoe voel je? Wat zei hij? Hij zei, het was mijn beste periode. Ze hebben mij opgesloten in het paradijs. Ik kan nu ongestoord bidden.
Ik kan mij verdiepen in de Bijbel. Ik ben aan het genieten. En hij werd verteld dat hij altijd en continu aan het lachen was. In deze tijd dat de paus in huisarrest zat. En dat duurde ook niet 2 maanden. Dat duurde slechts 40 maanden. Ongeveer 4 jaar. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft onder andere, hij heeft heel veel gedaan. Hij liet zich niet gek maken. Hij bleef verder gaan met zo goed mogelijk en zoveel mogelijk de kerk te leiden. Hij heeft ook zijn eerste boek geschreven. Namelijk de welbekende boek. De Heere antwoordde u ten dagen van uw benauwdheid. Psalm 19. Wauw. Dat is de ware spirituele leven. Het leven met God, ja, brengt verzoekingen met zich mee. En uitdaging. Maar juist in deze verzoekingen, in deze uitdagingen, vinden wij God en leren wij God kennen. Net als toen Jezus verscheen aan de 3 knapen. Waar verscheen hij aan de 3 knapen? In het vuur. Oftewel in de verdrukking, daar vinden wij God. Dus wij moeten niet boos zijn. We moeten niet verdrietig zijn als wij verdrukkingen meemaken. We moeten ons juist verheugen in die verdrukking. Want daarin worden wij misschien, ja, geforceerd om ook dichter bij God te komen. Maar dat is ook waar wij God gaan zien. Want daar moeten wij hoop gaan hebben. Daar moeten wij dan ook ons vertrouwen gaan leggen bij God. Wanneer het allemaal buiten onze macht is. Buiten onze capaciteit om het te doen. Hebben we geen andere oplossing dan om maar naar God toe te gaan. Op Hem te vertrouwen en door te gaan met onze spirituele leven. En door te gaan met het proberen om dichter bij God te komen. En toen hij eindelijk terug mocht keren naar Cairo en zijn dienst zoals gewoonlijk kon gaan uitvoeren, werd hij gevraagd of hij blij was. Of hij blij was om terug te keren. En ook daar gaf hij het mooie antwoord dat ik ben altijd blij. Blijdschap komt van binnen. Blijdschap komt van God. Maakt niet uit waar je bent, met wie je bent, wat er gebeurt. Zolang God met jou is in jouw hart, en dat kan overal, dan kan je altijd gelukkig zijn. En dan ben je altijd gelukkig zijn. Maakt niet uit wat er om je heen gebeurt en wat mensen je aandoen. Dus dat laat ons weer heel mooi zien. Dat we onze focus moeten houden op God, op onze gebed, op onze vasten, op de kerk. En ja, daar gaan verzoekingen bij komen. Maar dan moeten we juist extra vasthouden aan God. En dan zullen we zien dat we net als Paus Schnoede in het paradijs zullen gaan leven. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.